Kijk, in Nederland koopt je oma een Daewoo Kaloos of een Toyota Aygo. Bij onze oostenburen liggen de kaarten heel anders. Niet alleen voor wat betreft het type auto wat ze kopen, maar zeker ook voor wat betreft de manier waarop ze ermee omgaan. Hoe anders kan ik je laten zien in onze nu-binnenvlog nummer 31. Samen met een aantal andere hele vette BMW's. Hier gaan we. Niet voor je oma, maar voor het hele gezin is om te beginnen deze. Een hele vroege E70X5 uit mei 2007. In onze vlog nummer 28 hebben we heel uitgebreid aandacht besteed aan deze generatie X5. En nam ik je mee in een voor een BMW atypisch geconfigureerd exemplaar. In donkergroen metallic over een donkerbruin leren interieur. Met deze auto zijn we terug bij het vertrouwde saffier zwart metallic met de zwarte raamlijsten. Naast allerhande technische verbeteringen groeide de E70X5 ten opzichte van voorganger E53... ook een flink maatje met onder andere een fors grotere kofferbak als gevolg. Wat behouden bleef is die typerende kofferklep die net als bij de Range Rover in twee delen te openen valt. Ook voor de passagiers is er bij die E70X5 nog meer ruimte beschikbaar. Ook mijn vrouw rijdt met een X5 van deze generatie en wij hebben drie kleintjes. Dus ik kan je uit eigen ervaring melden dat er op deze achterbank voldoende ruimte is voor twee stoeltjes en een zitverhoger in het midden. Ook in het interieur van dit exemplaar is het de BMW typerende sportiviteit met zwart leer op de sportstoelen en de aluminiumkleurige interieur sierlijsten. De devil is in de detail, zoals zo vaak herken je de hand van de meesters weer in de configuratie van een auto, want ook deze 330i vermeldt als eerste ter naamstelling de Plateauring 130 in München, oftewel het hoofdkantoor van BMW AG. Deze 3-serie is van begin 2007 en valt onder andere op door de gekozen motorisering. Ook hier ligt de 3 liter N52 onder de motorkap, waar BMW in de 3-serie 258 pk voor opgeeft. Die vette 6-cilinder motorisering is bij deze 3-serie gecombineerd met het Affabrikem sportpakket en ook hier de vertrouwde kleurcombinatie van 475 saffier zwart metallic over het zwarte leer en natuurlijk de 67 hoogglans zwarte raamlijsten als onderdeel van die M-Sport uitvoering. Wat je altijd heel mooi kunt zien bij auto's in saffier zwart met die hoogglans zwarte raamlijsten is het verschil tussen zwart en zwart. In het saffier zwart zit zo'n beetje zo'n koperen ondertoon, laat ik je straks nog meer van zien. En die raamlijsten die zijn echt pianolak zwart gespoten op de BMW Individual afdeling. Naast natuurlijk die vette 6-cilinder en het M sportpakket zijn er op deze auto ook een heel aantal bijzondere opties geselecteerd, waaronder BMW's unieke Active Front Steering. Optiecode 217 moet je eigenlijk een keer ervaren om het te kunnen geloven, want waar de snelheidsafhankelijke stuurwieloverbrenging voor zorgt is dat deze auto bij lage snelheden nog veel compacter aanvoelt dan een 3-serie van deze generatie normaal gesproken al doet, terwijl hij tegelijkertijd dankzij een veel indirectere overbrenging bij hoge snelheden juist heel stabiel blijft. Naast de elektrische stoelverstelling met memory, comfort access, keyless entry en bijvoorbeeld het spiegelpakket met elektrisch inklapbare spiegels zijn er op deze 3-serie ook nog tal van leuke kleine extraatjes besteld. Zoals dat mooie elektrische zonneschermpje voor de achterruit. En hier de kleine zonneschermpjes, handbediend voor de zijruitjes van de achterportieren. Vind je het leuk om meer te weten te komen over de E90 generatie van BMW's 3-serie? In onze vlog nummer 19 zetten we de verschillende carrosserievarianten, uitvoeringen en motoriseringen naast elkaar. En gaan we bovendien op pad met een 330 voorzien van M-pakket. Heel erg vergelijkbaar met deze auto hier. De eerste generatie X3, de E83, was door BMW niet zozeer bedoeld als een compactere X5... als wel een nog wat sportiever alternatief. Zowel qua rij-eigenschappen als qua toepassing stelde BMW zich een doelgroep voor die nog wat actiever, lees sportiever gebruik zou gaan maken van die auto. Hoewel het commercieel voor BMW een enorm succes werd, werd ook wel duidelijk dat de markt meer behoefte had aan de X3 als een soort pocket size X5 en de F25, de tweede generatie X3, is precies dat. Mooiere materialen, luxere optie- en afwerkingsmogelijkheden, meer keuze motoriseringen en natuurlijk een stukje gegroeid in formaat. Die tweede generatie X3 is door BMW een stukje hoger in de markt gepositioneerd. Maar waarom zou je eigenlijk moeten kiezen tussen een hele sportieve compacte BMW SUV en een hele luxe compacte BMW SUV? Deze X3 xDrive 35i uit begin 2013 is voorzien van het heel zeldzame Affabrikem sportpakket en natuurlijk die fantastische 306 pk benzine topmotorisering. En wat voor soort karakter BMW die X3 met die N55 tweede generatie 6-cilinder turbomotor toedicht, hoor je meteen wanneer je bij koude motor op de startknop drukt. Moet je maar eens even luisteren naar het uitlaatgeluid. Bah.
Naast natuurlijk die wat agressiever gesneden bumpers met die donkergrijze insert aan de achterkant, maakt ook een grotere wielmaat en een M-Sport onderstel uit van het M-Sport pakket voor een vergroting van het rijplezier. Kijk, daar is hij, die mooie donkergrijze diffuser, zodat iedereen kan zien dat je met een heel serieuze auto te maken hebt. En waar 17 inch de minimale wielmaat is op dit model en 18 inch als onderdeel van het M-Sport pakket geleverd wordt, is bij deze auto gekozen voor de upgrade naar de 19 inch stijl 369 met die mooie parallelspaak als breedset met een 275 brede Pirelli op de achteras. Ook de kleur op deze X3 is bijzonder. Het uitsluitend in combinatie met het M-Sport pakket te kiezen 416 carbon zwart metallic. En als je dat hier weer vergelijkt met het zwarte van de raamlijsten, zie je mooi dat het carbon zwart nog een heel stuk blauwer, paarser is dan het normale saffier zwart metallic. Met het rijplezier zit het dus in deze X3 X-Drive 35i M-Sport bovengemiddeld goed. Maar hetzelfde geldt voor de luxe factor, met bijzondere opties als het Hi-Fi Professional uitsprekersysteem, maar ook bijvoorbeeld de elektrisch uitklapbare trekhaak en de achteruitrijcamera, waarvan ik in onze vlog nummer 30 heb laten zien dat je daarmee kunt beschikken over de trekhaakzoom. En dan moet je nu eens even kijken wat ik deze week voor je buiten heb gezet. Dit is echt zo ongelooflijk mooi. Wanneer de stereotype autohandelaar een auto gaat inkopen, begint hij te kijken naar de marge. En als je een echte handelaar bent, koop je elke auto in als je er maar veel en snel aan kunt verdienen. En dan hoop je dat het met de kwaliteit van die auto een klein beetje meevalt. Als ik een auto ga inkopen, benader ik het precies vanaf de andere kant. Ik kijk eerst naar de kwaliteit, de conditie, de uitvoering, de historie. En alleen als het allemaal zint, kijk ik als allerlaatste naar de prijs, oftewel de marge. En als het een hele mooie auto is, nou ja, dan hoop ik maar dat er aan het eind misschien nog een heel klein beetje aan te verdienen valt. En denk weer, verwen ik mezelf dan met het inkopen van zo'n auto waarvan ik eigenlijk al weet, daar kunnen we nooit verder aan overhouden. Deze E46 Cabrio, dit is er zo een. Ik heb namelijk iets met deze generatie 3 serie cabrio, de laatste met een echte linnenkap, laat ik je straks zien. Moddervette gevoel, natuurlijk die berensterke Maria 54 6 cilinders, stuurgevoel, fantastische auto's. Deze 325 Cabrio facelift is er een uit het voorjaar van 2004 en hij werd nieuw geleverd aan mevrouw Edith Lang, geboren juni 1946. De carrosseriekleur is natuurlijk 475 saffier zwart metallic, wat bij deze auto heel mooi bewaard is gebleven en waar je hier in het volle zonlicht zo heel mooi die koperen gloed doorheen ziet. Verder is op deze auto geselecteerd het 338 M Sportpakket 2 met die nog wat agressiever gesneden bumpers die al vanaf kort voor de facelift leverbaar waren, maar op deze late facelift natuurlijk heel goed op zijn plek zijn. Samen met het lichttechniekpakket waardoor de bril in de xenon koplamp bij deze 325 de grijze kleur heeft die normaal gesproken op een 330 thuis hoort. Gelukkig koos oma ook voor de upgrade naar de stijl 135M 18 inch wielset die als breedset is uitgevoerd hier met een 225 brede band op de vooras en een 255 brede band op de achteras. Ook in het interieur hield oma het allemaal zwart met natuurlijk het zwart leren op de sportstoelen en de donkere versie van de Alu Cube gemachinde aluminium interieursierlijsten. Meest indrukwekkend aan deze auto met inmiddels 75.000 km gereden is echter de conditie. Uiteraard had oma hem in de garage gestald en bij het openen van de motorkap is die daarbij één keer tegen het dak van de garage gekomen. Dus de motorkap hebben we verspoten. Voor het overige staat die auto volkomen in de fabriekslak en is volkomen onbeschadigd. Wat heet onbeschadigd? Eén haarkrasje hier, ter grootte van een vingernagel, is alles wat ik aan beschadigingen op deze hele 325 heb kunnen vinden. Moet je kijken wat een ongelofelijke mooie diepe glans op een auto van 17,5 jaar oud. Overal mooi egaal, net als de zwarte kunststoffen, mooi mat en overal mooi egaal zwart. Ook in het interieur natuurlijk alles volkomen ongeschonden, het leer nog helemaal mooi zwart en mat, de sportstoelen nog perfect van vorm. En ook hier uitermate compleet met onder andere de business navigatie, het hi-fi luidsprekersysteem en de originele autotelefoon, waarvan ook de Siemens handset nog keurig present is. En bij zo'n auto hoort natuurlijk ook een mooi compleet sleutelbosje, 2 afstandsbedieningssleutels, de portemonneesleutel,
een sleutelhanger en de originele sleuteletui met daarin embossed het logo van de leverende dealer BNK. Laat ik je zo meteen graag nog wat meer van zien. Voor wat betreft die afstandsbedieningssleutels zijn er twee kampen. Overduidelijk de sleutel die altijd gebruikt is en de sleutel die altijd in de keukenlaag gelegen heeft en daarom nog helemaal als nieuw is. Als dit jouw auto was, ging je dan die gebruikte sleutel gebruiken om deze nieuw te houden? Of gebruikte je lekker die nieuwe sleutel om dat nieuwe autogevoel nog meer te absorberen? Voor de liefhebbers van oldschool BMW rijplezier is dit natuurlijk genieten. Die ouderwetse onverwoestbare Maria 54 zescilinder hier in de 2,5 liter versie met 192 pk. Ruimschoots voldoende voor prima prestaties in zo'n 325i. En van dezelfde categorie is natuurlijk die prachtige linnenkap constructie die je bij deze auto overigens ook via het portierslot kunt bedienen. Bij een dergelijke auto hoort natuurlijk ook een mooi compleet voertuigdossier, zoals hier in de map van dealer BNK, met diverse onderhoudsfacturen en APK-rapporten uit de afgelopen jaren, die niet alleen de kilometerstand onderbouwen, maar ook laten zien dat deze auto volledig bij de leverende BMW dealer is onderhouden. En van dat onderhoud getuigt natuurlijk ook het originele onderhoudsboekje, waarin zowel het tijdsgerelateerde onderhoud toen apart vermeld, van het kilometergerelateerde onderhoud keurig netjes is ingevuld en gestempeld, allemaal door diezelfde BMW dealer. Ze ruiken ook echt een beetje zoals het huis van je oma ruikt. De mooie oude Duitse kentekenpapieren. De originele kentekenpapieren uit 2004. Waarop je de geboortedatum toen nog van de eerste eigenaresse kan zien. 18 juni 1945. Ze kreeg deze auto afgeleverd een paar weken voordat ze 60 jaar oud werd. En als enige kleine aantasting aan de originaliteit hebben we naast de korte antennespriet de uitlaatsierstukjes van een 330i gemonteerd. Zodat de uitstraling aan de achterkant die van de voorkant matcht. En daarmee zijn we ook alweer aan het einde van de 31ste Nieuw Binnenvlog van 2021. Elke week maken wij een filmpje waarin we je heel graag de BMW's die wij in de achterliggende week hebben binnengekregen presenteren. Vind je het leuk om daarnaar te kijken? Abonneer je dan op het YouTube kanaal of volg ons op Facebook. Of nog veel beter, schrijf je in via onze website voor onze nieuwsbrief. Dan krijg je automatisch bericht en heb je altijd de eerste keus. Tot de volgende keer!